Hallo, leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. In deze video ga ik eventjes kort een nieuw rijtuig slash wagon laten zien. Dit is hem. Hij is van het merk Pico. Het is een redelijk simpel wagonnetje, maar ik zag hem staan en ik vond hem eigenlijk wel leuk. Want er staat ook op Einsatzleitung. Dat wordt mee bedoeld eigenlijk dat het een soort van voor coördinatie is bij gebeurtenissen. Bijvoorbeeld de brandweer zal het waarschijnlijk van zijn, of de politie. Maar ja, ik wist niet dat ze er ook wagons van hadden. Dus ja, ik vond het eigenlijk wel grappig. Ik ben hem eigenlijk nog nooit tegengekomen. En ik vond het eigenlijk wel een uniek ding. Dus daarom kocht ik hem. Ik zal er binnenkort ook een video van maken als ik hem achter de trein hang. Voor welke locomotief ik hem ga hangen, weet ik eigenlijk nog niet zo goed. Maar ja, ik zag hem staan en ik vond het gewoon een leuke, het leek me een leuke aanvulling voor de verzameling. Hij rolt op zich wel goed. Misschien moet ik eventjes kijken of ik dit, het is niet zo'n heel luxe wagonnetje, maar het is wel een leuke aanwinst voor de verzameling. Toen ik hem kocht was hij zelfs nog niet helemaal goed. Ik heb vanmiddag, je ziet hier veertjes bij de koppelingen, dat hij, als ik zo doe, dat hij dan weer, even kijken of het goed zien is, als ik zo doe, dat hij dan weer terugschiet. Ik heb daar vanmiddag, had ik daar nog eventjes een nieuwe veer aan deze kant gemaakt, want aan deze kant ontbrak het veertje. Ik heb er nu een veer op gezet die een beetje te kort is, dus hij gaat een beetje stroef, hij gaat wel. Maar ik moet nog even, of ik ga dat een keer weer veranderen, dat ik er een iets langer veertje op zet, dat hij iets soepeler beweegt. Dat heb ik vanmiddag eventjes gedaan, want ik had er nog een langer veertje. Een stukje vanaf geknipt en zo zelf twee nieuwe lussen eraan gemaakt. Dat was eventjes gepriegel, maar dat is ook gelukt uiteindelijk. Ik zal daar binnenkort een video van maken als ik hem achter een locomotief zet. En het is een leuke aanwinst voor de verzameling, vind ik. Dus vandaar vond ik het wel waard om een video over te maken. Bedankt voor het kijken en hopelijk tot de volgende keer. Doei doei!